De verkoop van het pepergasthuis door woningbouwvereniging Le Vier aan een particulier lijkt van de baan. De koper wil er van afzien vanwege alle commotie die erover is ontstaan. Het was de bedoeling dat hij en zijn dochter in een deel van het pand zouden gaan wonen. Veel mensen, waaronder de gemeente Groningen, zien het pepergasthuis als een belangrijk cultuurgoed van de stad en waren bang dat het karakter verloren zou gaan. Die waren daarom fel tegen de verkoop van het pepergasthuis. De bewoners en de gemeente zijn blij met de nieuwste ontwikkelingen. Le Vier wilde er nog geen uitspraken over doen.